zo bijna thuis. En thuis ligt er, als het goed is, ligt er een pakketje klaar van Air Up. Die heb ik besteld en die gaan we eens even testen dadelijk. Ik heb er al veel goede verhalen over gehoord. Je wordt er weer doodgegooid op YouTube met de reclame. En aangezien ik nogal veel cola drink en andere frisdrank en weinig water eigenlijk, ben ik benieuwd of dit de truc is. Air Up is eigenlijk een soort wetenschappelijk trucje. Hè? Je drinkt gewoon water. Er zit een soort schijfje om het drinktuitje, waardoor er een geurstof in je neus komt. Waardoor je hersenen eigenlijk denken van, hey, dat is cola. Of dat is een of andere vrucht. Dus goed, ik ben erg benieuwd. En we zijn thuis. We gaan eens even kijken wat er in de doos zit. Want ik heb natuurlijk ook al de hele tijd zo'n dopperfles. Ook leuk, maar na één fles heb ik het eigenlijk wel gehad, hè? Met dat water. Tenminste. We gaan eens even kijken wat er allemaal in de doos zit. Ik heb wild berry smaak. Ik heb lemon. En ik heb het starterspakket. Een beetje te zien. Kijk, hier staat het ook uitgelegd, hè. Water, drinken, geur, smaak. Gewoon een trucje in de hersenen. Vul de fles met water, rietje naar binnen. Vestig de pot stevig met de afbeelding naar boven. Trek de pot terug tot aan de rand. Drink door het rietje. Bam! Met één pot kun je 5 liter drinken. En hier zit er een cola in en een tangerine. Nou, we gaan hem eens openmaken. Think new, drink new. Nog het logo. Het maakt wel een feest van qua kleurtjes. Ook een start guide. Ik denk dat het wel snappen dus. Een user manual. Is serieus. Een nieuw boekwerk. We hebben een doosje waar Air Up op staat. Waar 2 pots in zitten. De cola pot. En een tangerine. En natuurlijk. Fles. De fles kun je, er lag een kattenhaar in, kattenneus hier. In de fles kun je het rietje uithalen, een dop,
Zal maar eens met water vullen. 650 milliliter. Best een behoorlijke slok. En dan zal ik de tangerine eens proberen. Weer verpakt in een apart plastic dingetje. Kijk, hier is een pot. Het ruikt lekker, een beetje mandarijnachtig. Ik moet ook bekennen dat ik geen idee wat een tangerine is. Dus ik ga hem proberen op de fles te zetten. Zoals je ziet zit er een bepaalde vorm in, dus hij kan eigenlijk maar op één manier op de fles. En dat is volgens mij zo. We gaan het proberen. Hij zit erboven, hij zit erop. Hij is omhoog gepopt. Dit is nog zo'n apart velletje of binnen is er vanaf. We gaan het proberen. Ja, het is lekker. Heel gek maar dat je. Het lijkt gewoon alsof ik soort. Mandarijnenwater drink, zeg maar. Ja, lekker. Kan er meer van maken. Smaakt goed. Je wil meer drinken. Je denkt bijna dat het gewoon zoet is. Terwijl ik weet dat ik gewoon water drink. Dus dat is het gekke. Het was dus echt dit zo van de water vullen, dopje erop, de pot erop, aandrukken, pot omhoog, of aandrukken, pot omhoog, drinken, en bam van, hey, wat gebeurt er? Goed, ik ben benieuwd naar alle andere smaken, ik maak eerst deze op, ik ga ze niet allemaal openmaken nou, dan denk ik dat ze uitdrogen of zo, dus ik kom later een keer terug met een andere video hoe de andere smaken bevallen. Vooral de cola, daar ben ik erg benieuwd naar. En ik had het inderdaad goed geproefd. Ik zat er even te lezen. De tangerine, waarvan ik niet wist wat het was. Achterop staat tot het, nou, je kunt het niet zien denk ik. Tot het mandarijn is. Dus vooralsnog ben ik enthousiast. Ik ga het nog even proberen, andere smaken. Ik kom erop terug, maar vooralsnog vind ik de Air Up een goede aankoop.